En in 2012 hebben we een contract getekend voor toentertijd 4 jaar. En daarna is het telkens verlengd voor 2 jaar. En wat zien we in de stad gebeuren? Dat wij jonge, ambitieuze mensen binnenkrijgen die heel graag voor ons willen werken. Maar na 2 jaar zeggen, wat is nu mijn toekomstperspectief? Dus het zou voor ons handig zijn in het kader van de arbeidscontracten. In het kader van contracten die we aangaan met leveranciers. Om een zekerheid te hebben voor een wat langere termijn. Vandaar dat we ervoor gevochten hebben om het 4 jaar te maken. Van dat budget betalen we natuurlijk de organisaties, logisch, de uitvoeringskosten. En we ondersteunen meer dan 40 evenementen in de stad met een bijdrage die ze bij ons kunnen aanvragen. En als dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan krijgen ze daar een ondersteuning van. En dat is ook altijd rond de 2 ton per jaar die daar uitgaat aan evenementen. Dus we ondersteunen de evenementen in woord en daad. We maken van tekeningen, veiligheidsplannen, maar we ondersteunen ze ook met financiële middelen als ze daarvoor aangevraagd hebben. Nou, we zijn nog niet verhuisd en het bestuur heeft er ook nog geen besluit over genomen, maar er zijn plannen om naar het Ledenboerpand te gaan. Dat is een mooie plek, midden in het centrum. En op de plek waar we nu zitten, daar moeten we uiteindelijk weg, omdat daar straks het water langs gaat lopen. Dus, het is duidelijk dat ze uit het havenblok moeten. Daar zaten ze op mooie zicht. Locatie met veel verkeer langs de deur, zodat ze ook heel erg zichtbaar waren. Ik snap dat de stichting aan het kijken is van waar kunnen we ons huisvesten. Ik weet ook dat er onder andere gesproken is van kunnen we niet in het gemeentehuis een plek kunnen vinden. Nee, ik weet dat die gesprekken gevoerd zijn, maar goed, dat had ook allerlei mitsen en maren. Daar zijn ze niet goed uitgekomen, heb ik begrepen. Vandaar dat de stichting nu aan het kijken is, kunnen we elders in de stad een plek vinden. Mm-hmm. Nou, we hebben daar nog geen besluit over genomen. En het gesprek over de begane grond of de eerste verdieping is ook nog steeds gaande. Dus wat ons betreft liever op de begane grond met een baliefunctie waar de entree wat makkelijker is. Dus in die zin ben ik het met de mensen eens. Maar nogmaals, we hebben er nog geen besluit over genomen. De gesprekken lopen nog. Bestaat uit het versterken van initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. En dat deed ik in 2016 voor 6 gemeenten, 2017 voor 4 gemeenten en met 2 ben ik alweer in gesprek om mijn portfolio uit te breiden naar 6 gemeenten. Aan de ene kant adviseer ik de gemeente. Meneer Kees Smit, u heeft een prachtige zeilwagen. Hoe lang heeft u daarover gedaan? 3,5 maand. In de houtwerkplaats gemaakt in Arnhem bij Artes. Artes is een kunstacademie, dat gaat tussen Arnhem, Enschede en Zwolle. Uw andere werk, daar was eentje bij 3 seconden, Anja Timmer. Ja. En nu ken ik Anja Timmer, maar volgens mij ziet ze er heel anders uit. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk ook een abstract werk. En ik ben wel al lang bezig om te kijken hoe ik mijzelf kan omzeilen. We hebben allemaal een bewustzijn, we hebben een collectief geheugen. Daar worden we behoorlijk door beïnvloed. Dat kan aan de ene kant ook wel prettig zijn om wat houvast te hebben. Maar die houvast wil ik eigenlijk omzeilen. En daarom heb ik mij de opdracht gegeven
om aan de, er liggen eigenlijk drie personen, dus het is iedere keer één persoon, één seconde. Om mij een beeld te vormen in één seconde van iemand. Dus het is eigenlijk een hele snelle pentekening geweest van een seconde. Denkend aan één persoon, waaronder Anja Timmer. Dus ik heb mij dat al een keer, toen ik een klein bootje gemaakt heb, eigen gemaakt heb. Je maakt je eigen stoomkist. Je kunt een behangstoomapparaat aanwenden om stoom te creëren. En dan is het, ben je in de praktijk bezig. Moet je zelf uitvinden hoe lang dat in een stoomkist moet liggen om het die vorm te geven die jij hebben wil eigenlijk. En dan laat zich eiken, laat zich veel makkelijker stomen dan, dit is dit teak, dit laat zich amper buigen. Dit heeft anderhalf uur in de stoomkist gelegen, dan wou het eigenlijk nog niet buigen. Dus die kromming die hierin zit, ja, dat is anderhalf uur stoom. Dit is een zeilwagen, maar werkt die ook? Hij werkt ook. Ik ben hier in 3 dagen van Arnhem mee naar Enschede gelopen. Ja, 100 kilometer. En daarna heeft hij nog wel 100, hij heeft al 200 kilometer achter de rug. En u vraagt er nog 5000 euro voor een tweedehands wagen? Ja, ik wil hem niet eens kwijt. Meteen gaan zoenen of zo. Ja. Hoi. En heb jij al zin in een leuke prins? Nee. Geen chocoprins? Nee. Zo, hebben we allemaal een blok? Ja. Moeten jullie allemaal een blok? Hyper de wip! Hyper de wip! Kijk toch eens. Jongens, geef ze een groot applaus. Jeugdprins en paar van 2017. Jeugdprins Luc en jeugdprinses Femke. Oh god. Daar gaat hij. Proclamatie 2017. Wij groep 8 van het SC Centralenschool zouden graag willen dat er een schaatsbaan op het schoolplein komt. Dat we komend jaar een bungee jumpen. Dat er een snackbar op het schoolplein komt. Dat elk lokaal een lasergame arena krijgt. Dat we op kamp gaan naar Amerika. Fijne avond hebben en een prima jaar. Ja, dank je wel.
Mevrouw Margriet Mikhoff, een bijzondere avond vandaag. Ja, zeker een bijzondere avond. Het begin van ons seizoen weer. We hopen er een gezellig seizoen van te maken en daarvoor dus dit nieuwjaarsconcert. Een nieuwjaarsconcert, hè? Het is zeker een traditie, hè? Vertelt u eens. Nou, het nieuwjaarsconcert hebben we eigenlijk al jaren, maar sinds vorig jaar zijn we dat ook gaan doen met de jazzclub. Die is jaren hier kind aan huis geweest. Helaas hebben zij de beltje erin bij neer moeten leggen. Maar om toch een beetje de traditie voor te zetten, hebben ze toch maar uitgenodigd deze avond. En ik denk dat we een gezellige avond kunnen maken. Aan het publiek te oordelen, lukt dat wel, hè? Is het altijd zo druk bezocht? Het is een goede opkomst vanavond, ja. Het is eigenlijk vergelijkbaar met anders. Ja, gelukkig wel. Hoe vaak zijn hier voorstellingen? De concerten en dergelijke niet zo heel vaak. Wij moeten het meer hebben van de andere wekelijkse activiteiten en de maandelijkse bingo en prijskaartavonden. En wat voor activiteiten zijn dat? Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koersbal, we hebben een boetseerclub in huis. De line dance heeft hier een avond en het biljarten wordt hier eigenlijk dagelijks uitgeoefend. Sharon Dijsma aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Overijssel. 4 jaar geleden stonden we in de peiling op 14 zetels en we kwamen uit op 38. Op dit moment staat de Partij van de Arbeid weer erg laag in die peiling. Ja, maar dat geeft dus eigenlijk ook aan dat alles echt mogelijk is. We hebben heel veel mogelijkheden om gewoon toch een goede uitslag te maken. Maar het hangt er wel vanaf dat al die mensen die de Partij van de Arbeid een warm hart toedragen, die het land niet willen laten leiden door bijvoorbeeld Geert Wilders, ja, dat ze ook echt op 15 maart gaan stemmen en niet thuis blijven. En het mooie is wel dat er nu een tijd aankomt waarin we ook weer kunnen gaan bouwen. En weer kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld goede verpleeghuiszorg, in onderwijs. En dat is ook een tijd waarin wij graag ons steentje willen bijdragen. Net zoals we dat gedaan hebben toen er grote problemen in dit land opgelost moesten worden. Nederland is ook uniek. We zijn eigenlijk door de eeuwen heen een land geweest waar mensen altijd zich welkom voelden. Waar we met elkaar leefden, ook met respect voor verschil. En waarin we uiteindelijk gewoon wel met elkaar dezelfde normen en waarden deelden. En dat land, dat wil ik heel graag behouden. En er zijn heel veel mensen, bijvoorbeeld Geert Wilders, die dan als slogan gebruikt, Nederland is weer van ons. Maar hij bedoelt er eigenlijk mee dat Nederland juist voor een heleboel mensen niet meer van ons is. En ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. En ik vind dat de Partij van de Arbeid daar tegenover moet gaan staan. En ik wil ook mensen vragen om op te staan, zich te laten horen en hun stem letterlijk te laten gelden. Nou, belangrijk is natuurlijk dat we, als je kijkt naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, echt op een paar punten verandering willen. We zien dat werkgevers steeds vaker mensen alleen maar een flexibel contract aanbieden. En Lodewijk Asscher heeft al als minister van Sociale Zaken gezegd, dat moet een vast contract worden. We moeten nu echt ook ervoor zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen. We moeten bijvoorbeeld de oneerlijke concurrentie als het gaat om vrachtwagenchauffeurs in Nederland die eigenlijk concurrentie krijgen uit Oost-Europa van mensen die voor veel minder loon en tegen hele slechte omstandigheden datzelfde werk moeten doen. Dat soort dingen moeten we echt gaan veranderen. Daar is 2017 bij uitstek het jaar voor. Het zou zomaar kunnen zijn dat Geert Wilders de grootste wordt. Nee, de Partij van de Arbeid sluit Geert Wilders echt uit. Ik moet er ook niet aan denken dat hij premier van dit land wordt.